Welkom bij Wetenschap 101. Vorige week was ik in New York voor het World Science Festival en daar zag ik onder andere Brian Greene. In het programmaboekje las ik dat deze natuurkundeprofessor altijd in formules denkt. En ik geloof daar in eerste instantie niks van. Wie kijkt er nou de hele dag naar de wereld om zich heen en denkt dan aan natuurkunde en wiskunde? Dat kan toch niet? Maar gaandeweg begon ik te twijfelen, want het begon bij mij al in het vliegtuig op de heenweg. Ik vroeg me af wat de optimale manier was om passagiers in te laten stappen. Van achteren naar voor was in ieder geval zeker niet het snelste. Of als ik een dag later in een ontbijtteentje 's morgens even een krantje zat te lezen, dan vroeg ik me bij allerlei cijfers af of ze wel klopten. Zo las ik bijvoorbeeld dat Idols in 2012 populairder was dan in 2008, omdat er meer liedjes waren gedownload. Maar waren er zo niet sowieso meer liedjes gedownload in 2012? Dus wat zegt dat? En ik had ook na over het New Yorkse stratenplan, wat natuurlijk super handig is, zo rechthoekig. En je kan gewoon tellen dat de achtste na de negende komt, als je de goede kant op loopt. Maar hoe weet je wat de goede kant is als je de metro uitkomt? Dat zie je niet zomaar. Pas als je een stukje gelopen bent, weet je of je de kant van de negende opgaat. En daarom hadden ze alle straten in New York volgens mij scheef aan moeten leggen. Dan zie je op een kruispunt onmiddellijk wat het noorden is. Moeten ze wel een beetje scheve gebouwen bouwen, maar dat kunnen we gelukkig ook prima in New York. Kortom, ik ben geen haar beter dan Brian Greene en ik zie ook overal wiskunde, zelfs als ik op vakantie ben. Tot de volgende keer!